Ja, Sander, in de Ondernemer Live starten we altijd met het laatste ondernemersnieuws. En we willen je vragen om jou ook je ongezouten en vlijmscherpe mening over te geven. Allereerst zag ik bij het CBS vanochtend dat de omzetcijfers in de detailhandel flink in de lift zitten. De omzetcijfers van de detailhandel die zitten maand op maand dit jaar al flink in de lift. 8% afgelopen maand, daarvoor 9%. En de maanden daarvoor 2 keer 17%. Maar grappig genoeg, de omzet van online, van de webshops, die lag in april 19,1%. Lager dan een jaar eerder. Dus ik ben benieuwd, hoe zit dat bij jullie? Ja, goede vraag. Bij OG is het ook, ja, het is, ja, we zitten in een gigantische Ozana-stemming. Dus iedere maand ook rond de 20-30% plus. De webshop die deed altijd al rond de 45% plus. En die zit dan nu op 50%, dus 5% hoger. Mm-hmm. Maar het is niet zo dat het nou omlaag is gegaan. Wij zagen trouwens diezelfde lijn in de coronatijd. Terwijl we eigenlijk hadden verwacht dat het misschien zou verdubbelen, de webshop. Dus de webshop is bij ons altijd heel steady. Dus geen diepte, geen dalen en geen pieken. Dus ja, gelukkig is het daar wel steady. En bij de winkels is het vooralsnog een hele vrolijke stemming hier. En Sander, in hoeverre telt mee dat... Dat is puur even interpretatie, hè? Dat jullie... kopersdoelgroep zo gezegd eigenlijk altijd wel kapitaalkrachtig is. Er zit altijd wel een gezonde bankrekening bij de meesten. Merken jullie daardoor minder fluctuatie in omzet? Nou, dat kan je niet echt zo zeggen, want we zien gewoon dat dingen aantrekken. De trouwmarkt is weer losgebarsten, dus afgelopen zaterdag, daar hoorde jij de champagne ploppen. daar was het gewoon continu het ene trouwpak naar de ander. Mm-hmm. Dus ik denk ook dat mensen misschien een soort angst hebben dat soms alles misschien in najaar weer op slot gaat. Dat ze zeggen, ik moet nu genieten, ik moet nu feesten, ik moet nu dat huwelijk er doorheen. Ja, douw is een beetje klinkt een beetje dramatisch. Het moet maar, jongens. Maar, ja. Nee, maar ja, we weten niet waar we in het najaar naartoe gaan. Ja. Dus het is echt nu vol gas. Ja. Ja, nog eventjes deze. De zakenreizen stap weer in het vliegtuig. Lazen we in het FD. De markt voor zakelijk vliegen is nog niet de oude, maar begint weer aan te trekken. Merkt ze onder meer bij BCD Travel, een bekende organisatie die vooral de zakelijke reiziger ondersteunt. Ook naar Noord-Amerika zit nu ook Europa weer in de lucht. 3/4 van het aantal boekingen van voor de coronacrisis. Wat merk jij daarvan? Ja, nou, wat wij merken dat wel, ook bij mijn buren en wat ik ook zie bij onze klanten, dat het thuiswerken ook nog wel gedeeltelijk wordt doorgevoerd. Dus mensen hebben toch nog wel de behoefte om gedeeltelijk, noem ik een paar dagen per week, nog thuis te werken. Ja? Daar hebben we onze collectie ook op aangepast. Hè. Vroeger was het 70% pakken. En nu is het ongeveer 40% pakken en 60% smart casual, zoals we het noemen. Een beetje zoals wat ik nu aan heb. Een jeans, een jasje en een shirt. Ja, heel mooie initialen in je shirt geborduurd, zie ik. Ja, voor de was. Hè, anders, dat is wel grappig. Leuk weet ze niet van wie die is. Ja. Is een leuk detail, want de grote was doen we zelf. Maar mijn moeder die kan zo geweldig strijken. En mijn broer en ik brengen nog steeds, we zijn 40, er is nog ons shirts bij ons moeder. Geweldig. Oh, wat grappig. En dan heb je SL en ML. Ja, ja. Dus dan weet mijn moeder welk van shirt. Van wie het shirt is. Dat is natuurlijk briljant. Ik heb net recent heb ik weer Dobby herontdekt. De Nederlandse startup die inderdaad je shirts voor je stoomt. Nou, er is echt mijn leven is gelijk een stuk... prettiger geworden. Ja, jongens, ik stond vanmorgen gewoon om 7:30 mijn eigen shirt te strijken. Wat is dit voor... Het is meer zo lang. Na de uitzending praten we even bij hoe we dit gaan fixen. Bedankt voor het kijken naar deze video van De Ondernemer. Vond je het een leuke aflevering? Vergeet je niet te abonneren op ons kanaal, te liken en natuurlijk te reageren.